Het gaat nu weer heel hard in het gevoel, er is eigenlijk niks aan de hand. Er komt ook steeds meer kritiek op een RIVM en het lijkt alsof al die maatregelen dat iedereen zich kan permitteren om te zeggen, ja, het is eigenlijk misschien allemaal wel niet zo nodig. Nu het steeds drukker wordt op straat, het aantal toeristen in de binnenstad stijgt en het verzet tegen de coronaregels groeit, is de vraag of de overheid een tweede golf van het virus kan voorkomen. Ik zou wel liever mijn mondmasker aan doen, maar niemand doet het dus, ja. Marco Zanoni van het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement adviseert bedrijven, ziekenhuizen en verschillende gemeentes tijdens crisissituaties. Hij doet dat ook tijdens de coronacrisis. Wat je merkt is dat steeds minder mensen bereid zijn zich aan de regels te houden. Wat mij betreft betekent dat alleen maar benadrukken dat je een boete kunt krijgen of het soort bestraffend toespreken gewoon niet meer werkt. Mensen zullen toch zelf moeten willen dat ze zich aan de regels houden. En dat kan volgens Zanoni door de slachtoffers van het coronavirus aan het woord te laten. De impact is dat ik eigenlijk helemaal niks kan. Ik kan maar 15 minuten per dag actief zijn. En mensen te belonen als ze zich wel aan de regels houden. Hij denkt daarbij aan ludieke acties. Variërend van bloemen uitreiken of iets heel Nederlands meegeven als beloning aan mensen die zich goed gedragen. Tot misschien mensen die er op een grappige manier uitzien. Hè. Dus hoe kan je er iets van maken wat meer is dan u moet zich aan de regels houden, anders krijgt u een boete. Aan het begin van de coronacrisis werden er maatregelen genomen die in het hele land golden, zoals de sluiting van cafés en sportscholen. Die zijn inmiddels weer open. Ik heb het zo erg gemist, Edith. Deze lockdown heeft te veel met me gedaan. En als het aan de regering ligt, gelden eventuele nieuwe maatregelen straks alleen voor een kleiner gebied. Maar dat is ook wel met de kennis van nu. Dus het is eigenlijk misschien wel ietsje te veel geweest. Ik denk dat we geleidelijk er met elkaar in zijn gegroeid en ook weer uit zijn gekomen. En niemand weet hoe het was gegaan als we de intelligente lockdown niet zouden hebben gehad. In ieder geval is de wens nu, als er maatregelen komen, om daar voorzichtig mee om te gaan. Professionals goed te laten kijken en wat minder uit voorzorg vergaande maatregelen te treffen. Maar echt, wat is het risico op maat, zo klein mogelijk, om de samenleving door te kunnen laten gaan. Wel denkt Zanoni dat het de komende tijd spannend wordt. Met af en toe Haarden, met af en toe wat kleine lockdowns. Maar ik denk uiteindelijk gaan we met elkaar wennen aan het virus. Dan gaan we nog minder beperkingen accepteren. En daar hoort bij dat we accepteren dat mensen ziek worden, dat mensen overlijden. En ook daar zullen we langzamerhand weer aan gaan wennen. En we zullen steeds minder regels willen en toegroeien naar een situatie waarin corona erbij hoort, tot het vaccin er is, wat nog een tijd zal duren.